De verkeersveiligheid in Zwolle, hoe zit dat eigenlijk? Zijn de mensen op straat wel veilig? We vroegen het een aantal verkeersregelaars en de passanten op straat. Wat vindt u van verkeersveiligheid op het punt waar u het verkeer staat te regelen? Nou, er markeert nog heel wat aan, moet ik eerlijk zeggen. De verkeersveiligheid hier is nog een gebrek. Er kan echt wel iets verbetering komen hier. Dat is vooral voor de veiligheid dus van de voetgangers en de fietsers. De veiligheid is 's ochtends best wel onveilig. Er lopen echt hordes met studenten naar school toe. En niemand houdt zich aan de verkeersregels. Vooral als fietser is het best moeilijk om tussen het loopverkeer in te komen. Fietsers die verdommen het gewoon om de hand uit te steken als ze af moeten slaan het bruggetje op. Hier bij de Kochelaan. Dat geeft weer paniek voor de auto's die dus rechtdoor willen. Nou ken ik dat allemaal, zet ik er gewoon allemaal stop. Maar op het moment dat ze gaan rijden, kijken ze niet uit, ze schieten voor de auto langs. Dus ja, gelukkig is er nog nooit wat gebeurd. Zijn er veel ongelukken gebeurd tot nu toe? Wat ik heb begrepen, vorige week is hier een kleine aanrijding geweest, waardoor dus ook een extra verkeersregelaar erbij moest komen. Wat moet er aan veranderd worden? Ja, een andere infrastructuur misschien, maar ja, dat ligt aan de gemeente Zwolle. Ik denk dat studenten niet allemaal hun gedrag gaan aanpassen. Dus je bent wel blij met de verkeersregelaars? Ja, heel erg blij.